Het is de tweede keer in een jaar tijd dat Dennis van der Geest onder vuur wordt genomen op het Juice-kanaal van Yvonne Coldeweijer. Ditmaal zou hij zijn vreemd gegaan met een productiemedewerker van zijn SBS6-show Million Dollar Island. Hij is onlangs teruggekeerd van de opnames van dat programma en zou sindsdien bij zijn vader wonen. Of toch niet meer? Nee, zegt Yvonne in een Juice-update. Dennis en zijn vrouw zijn definitief uit elkaar. Ze is erachter gekomen dat Dennis niet alleen aan andere vrouwen, maar ook aan zijn eigen vrienden liegt dat hij een open huwelijk heeft. Zo heeft hij een heel jachtveld voor zichzelf gecreëerd. Shocking. Walgelijk, vindt Yvonne het. Ook krijg ik door dat de vader van Dennis, Cor van der Geest, volledig achter Zena en de kleinkinderen staat en zich heel erg schaamt voor zijn zoon. Zo erg dat Dennis dus nu niet bij hem in huis woont, maar elders. Drama. Dennis ziet de woeste reacties inmiddels binnenstromen op zijn Instagram-kanaal. Smeerlap, zegt Roxanne. En Sandra, doe het je kinderen niet aan, vecht ervoor. Nu heb je 10 dingen die niet leuk zijn, als je gaat scheiden heb je er 1500. Het is het allemaal niet waard. Fayen noemt Dennis zelfs een vuige klootzak en Esmee spreekt van een vieze vreemdganger. Schaam je kapot, zegt Geronimo. Jaap merkt op dat Dennis sinds kort niet meer actief is op Instagram. Waarom geen berichtjes meer, huilend ik moest zo lachen altijd op de maandagmorgen. Ene Bas daarop, door overspel geen berichtjes meer. Ze willen bekend zijn. Totdat het negatief wordt, klappende handen. Thank you.